Pieper de Piep. Piep gaat op bezoek bij oma Paula. Oma Paula voelt zich niet zo lekker en Piep wil haar beter maken. Kom, zegt hij, ik schud je kussens op en wikkel je in een dekentje. Wil je hete thee met honing of wat lekkers? Is de dokter al geweest? Waar heb je pijn, oma? Ik heb een heel goed idee, oma, zegt Piep. We bouwen een kamp in het grote bed met kussens en dekens en wasknijpers en dan gaan we vechten. Ik ben de goeie en jij bent de slechte. Maar oma Paula barst in snikken uit. Piep schrikt. Oma, oei, jij mag ook de goeie zijn. Piep, zegt oma, ik hou niet van geweld. Ik wil rust. En bovendien moet je zien, mijn hele huis is een slagveld. Hoe Piep dat gaat oplossen, dat lees je in Hyper de Piep met de goddelijke tekeningen van Julie van Hoven.